Ah, man. Ontslagen, geen geld meer. Ik heb helemaal niks. Alleen dit prachtige bier. Oh, wat lekker. Oh, dit is het goede. Dit is een goed spel. Oh, man. Het is ook allemaal mijn schuld. Ik had ook niet al die aan dat geld moeten verduisteren. En nu ben ik mijn baan kwijt en heb ik helemaal niks meer. Ja. Oh. Ah, verdomme, dit is er nog iemand. Hey. Smeerlap, weet je waar de barman naartoe is? Ik weet niet. Hij gaf me wat biertjes en toen is hij vertrokken. Hey, wacht. Ben jij die vent die mij in Mytopia vasthield? Die donutman? Of zo? Het is Dommel Onutman, niet Donutman. Dat is een bijnaam. Heb je nog een biertje voor mij? Betaal je ervoor? Nee, het is net op. Verdomme. Ik kom hier ook voor mijn bier. Ja, goed. Hey, maar waarom zie je er zo slobberachtig uit, man? Wat moet je hier? Nou, ik ben mijn baan verloren afgelopen dagen. En ik ben dus vertrokken naar deze... Naar dit gesticht, naar dit huisje. Ja, je weet dat dit Gredo is en dat ik hier een beetje alles van de Blue Street in handen heb. Wat? Hoe kom je daar weer aan? Je was toch gewoon een crimineel, dat weet ik nog. Ik heb je nog vastgezet. ja, dat is het verleden, man. Weet je nog dat ze mal mij die 50.000 had beloofd? Dat geld, ja, dat moest ik ook nog een keer krijgen, want... Ja, ik ben uitbetaald. Oh, ik heb geïnvesteerd. Laat maar raden, daarom dat mooie pakje van jou met dat leuke mutsje. Ja. Het is wel meer waard dan wat jij op dit moment aan hebt. Maar goed. Dankjewel. Maar je bent werkloos. Heb je eventueel nog interesse in een baan? Als je hem tenminste een beetje fatsoenlijk aan kan gaan kleden. Ja, dat moet ik nog een keer regelen. Op dit moment heb ik geen huis, geen geld. Ik heb wel wat eten en ik heb zojuist al mijn geld uitgegeven aan het bier hier. Wat inmiddels ook al op is. Drink even wat water en kom loop even met me mee, alsjeblieft. Want alles doorspoelen. Ja, ik doe heel even mijn flesjes weg. Ik heb nog wel andere flesjes water. Dat zal nog een keer goed doen voor mijn keel. Ja, kun je een beetje bij jou of ben je waar ben je heen? Ik ben je kwijt. Kom eens even. Ja, hier achter je, baas. Kom. Ik ben je kwijt. Gast. Oh, hallo. Hier. Ja, het is de drank. Sorry. En ik heb al heel lang geen donuts meer gehad. En dat stijgt naar mijn kop, oké? Nou, drink gewoon dat water op en zorg er maar voor dat je helder blijft, want ik ga je nodig hebben als een helder persoon. Oh. En niet als een dronken watje. Nou, dankjewel. Dat doet niks met mijn zelfvertrouwen of zo. Nou, zeker niet. Dat hoop ik ook niet. Maar goed, zoals je misschien al weet, ik heb dus die 50.000 van zijn mal gekregen. Mm-hmm. En hij heeft helaas, heb ik het doelwit niet kunnen uitschakelen. Ah. Maar goed, het Killer 20 zit nou nog steeds wel in de gevangenis. En die moeten we er wel uit zien te halen. Maar ja, dat... Eruit halen we nog wel. Ja, dat kan prima. Zolang ik niet meer... Ik zit niet meer op het kantoortje daar in Port Portland, dus dat... Maar kan je mij niet informeren ofzo, of zo? Ik kan je wat informatie geven, maar ik ben op dit moment iets te dronken ervoor. Ik ben niet helder helemaal op dit moment. Nou, dan gaan we even wat nuchter maken. Hey. Je moet niet zo snel lopen nu trouwens. Ik weet niet meer. Wakker worden jij. Hup. Moet je in je gezicht slaan of zo? Nee, dat hoeft niet. Nou, kom op. Waar moeten we heen? Hier, dit is mijn huis. Dit is je huis. Ja, hier. En niet alsjeblieft niet de boel onderkotsen, want ik heb het laatst al schoon laten maken. Nee. Ik kan prima tegen bier. Heb je nog eten bij je dan? Ja, ik heb wat brood, wat worteltjes, vleesie. Oké. Wat dit is. Kom even mee mijn mijn zaak in. Hier, kijk. Aardig drankcollectie hier. Ja. Vodka, bier. Netjes. Maar kom even mee. Hier kan je rustig chillen in ieder geval. Oh. Oeh, ja. Ziet er gezellig uit, tv'tje hier. Ja. Daar heb ik allemaal met dat geld gekocht. Maar nu we er toch zijn, hè. Wat voor baan zou je eventueel willen hebben? Nou, als politieagent wil ik niet meer aan de slag. Daar begin ik niet meer aan. Dat ga ik echt niet meer doen. Maar, ik weet niet. Ik heb altijd van kinds af aan wel iets willen doen
in de showbiz. Het was een soort van roeping voor mij. Wat? Ja, je ziet er niet echt uit als een presentator. Als Oh nee. Ja, dat zei iedereen ook. Mijn oma zei dat ook al tegen mij. Dat is heel veel met mijn zelfvertrouwen, oké? Okay? Eigenlijk, nee, dat doet helemaal niks met mijn zelfvertrouwen. Het maakt mijn leven sterker. Hé, weet je wat? Maar wat dacht je van... weet je, eigenlijk kom je wel met een goed plan. Een goed idee. Ik was laatst in Cutraxia en ik heb een paar mensen gehoord dat ze een televisiestudio zouden willen maken. Maar die zaak van ze, of in ieder geval ze waren failliet verklaard, dus ik heb het idee nog. Maar ik heb de man er niet voor die het kan opzetten, zeg maar. Misschien dat jij dat wel kan. Ah, oh, man. Wie dat het was. Nou. Ja, nu het even zegt. Het klinkt aannemelijk, alleen ik heb er het geld er niet voor. Ja, tenzij ze wortels, brood en weet ik veel wat aannemen en wat flesjes water. Meneer Donutman, ik heb het is hier dommel. Wat... Het is dommel, Onutman. Iedereen noemt me Donutman, maar het is dommel, Onutman. Het is gewoon een smerige bijnaam, oké? Oké, maar let even op. Ik heb even geen zin in dat gezeik, want ik ben natuurlijk ook een businessman. Ja, dat snap ik. Ik heb hier geld en ik kan je dit geven in het vertrouwen dat jij een hele mooie televisiestudio neerzet. Echt waar? Maar, ik wil niet dat je dat gaat spenderen aan donuts. Dus echt alleen in die televisiestudio. Kan je dat? Dat lukt wel, denk ik. Ik moet wel af en toe een donutje eten, maar ik zal wel een glazuurslaagje minder doen, oké? Nou, hier, ik heb hier 46 blokken. En nog eens 3 van deze. Zo. Dit is wel heel... Dit is heel mooi, Leon. Heel mooi. Hey, niet emotioneel worden, man. Je hebt me gewoon gered, man! En dit is heel mooi, dit! Oké. Dit is heel mooi, dit! Ik had nooit gedacht dat het zo zou komen! Meneer, dit wordt een beetje awkward. Dankjewel, Leon! Dankjewel! Even afstand, man. Ik heb mijn kleren aan. Natuurlijk. Oké. Ik stop het geld snel in mijn pocket. Zo. Ja. Oké, maar ik heb nog één vraagje, want het gaat natuurlijk niet zonder alles. jij hebt contacten gehad met de politie en ik ben nog op zoek naar wapens. Wapens? Heb je eventueel nog contacten zelf, of? Nee. Helemaal niet. Al mijn contacten die zitten in Mindtopia. Maar weet je wel waar ik wapens kan vinden? Politiebureau, denk ik. Het leger, weet ik toevallig. Ik heb geen idee. Ik weet alleen dat het politiebureau een compleet arsenaal aan wapens ligt, maar dat is alles wat ik weet. Ja, dan moet ik wel. En een hele lekkere donutautomaat, dat weet ik ook. Ja, eerst regel maar een keer die donuts voor, jongen. Maar ja. Zet de televisiestudio op en dan laat ik even uit, want ik ga denk ik maar even wat zaken op rij stellen. Want Twanny moet natuurlijk ook vrijgelaten worden. Misschien is het plan dan... dat jij even je ding gaat doen en dan hoor ik het wel. Je hebt hier ergens een woonplaats of een nacht of een plek waar je ook kan overnachten? Nee, absoluut niet. Ja, ik sliep op een bankje. Of ja, eigenlijk sliep ik in de kast bij de bar waar al het bier in zat en dat sliep heel lekker. Nou, weet je wat? Ik heb zelf geen slaapplek op dit moment, want mijn vrouw en zoon willen natuurlijk ook nog kunnen overnachten. Maar ik denk dat het beste is dat jij... Dat je maar even een plek zoekt, alsjeblieft. Ja, ik zou wel een plekje zoeken, oké? Okay? Ja, is goed. Hey, kom aan, hè? Ja, dankjewel voor het geld. Yo, succes, jongen. Ja, doei. Niet te veel drinken, kom op, weg. Ja. Aan de slag jij, hup. Oh, man. Oh. Dat was een flink dagje wel. Oh. Krijg wat geld zo toegestopt. Maar ik moet er wel serieus mee omgaan, dat heb ik beloofd. Ik mag misschien wel wat drankjes kopen, maar ik moet er serieus mee omgaan. Ik moet gaan investeren in de showbiz om mijn droom te verwerkelijken. Oh. Oké, weet je wat, dommel? Jij gaat nog wel ergens komen. Jij wordt niet meer een dronken lap. Jij wordt geen politieagent. Jij gaat de showbiz in. Ja, ik zie het al voor me. Donut Studios. Oh, en allemaal... Platina platen en muziekproducties en programma's, talkshows. Oh, dit gaat het worden, Donut. Dit gaat het... Donut! Dommel! Het is dommel! Je noemt jezelf bij je eigen naampje. Dat kan toch niet? Dat is toch dom? Nee, niet uit! Ik ga het gewoon maken in de showbiz. En dat is mijn doel.